iedereen, dat is een gerecht voor iedereen die in de supermarkt komt. Die, dat ken je wel, zo'n balkje. Klantenbalkje. Lief klein klantenbalkje, hulpeloze hoer in de supermarkt. Liefdeloos neergesmeten, soms heel zacht, soms met harde hand. Op de rusteloze rubberen band, door kaas en koekjes aangestaard. Terwijl de volgende klant zijn opwachting maakt. Verwijderd door een kille kassière die jou katapulteert door een sleuf- en geluidsbarrière. Lief klein klantenbalkje met je opdruk van Moestuin Efteling of volgende AUB. De klant kent u zelf. Lief klein klantenbalkje, tabé. Ja. En, ja. En dan mag ik er nog één doen. Of twee. Eentje van gisteren. Ik zat in de trein en een man tegenover mij die las The Economist. Het heeft ook helemaal geen titel. Het is een limerick. Een econometrist uit Nieuwegein reist al jaren met de trein. Verdiept in zijn lectuur, keek erbij heel zuur. De machinist heet Magere Hein. Ik zit even te bladeren. Dus, beauty contest. Ik kwam niet door de voorronde heen. Dus, ik kwam niet door de voorronde. Prachtige poten paraderen. Hoogachtige heren. Bekijken, betasten, jureren. Blinkende bikinis. Verhullen het vlees. Verlangen, verleiden. Dragen de vruchten van uren discipline. Wie wordt de mooiste Venus? Wie is het meeste waard? Wie wordt de moeder die later godenzonen baart? Onder de ijzeren hemel, door genotzuchtige geesten aangestaard. Op het podium van de pracht ontvang je je prijs. Je lacht en denkt, het is volbracht. Ja. Ja, dat is, gaat over vrouwen. Ik heb nog een klein gedicht, maar de titel is langer dan het gedicht zelf. Okay. De beknopte fysionomie van het vrouwelijk lichaam. Ja, dan weet ik wel wat het komt. Dat is gewoon kut. Kort samengevat. Beknopte fysionomie van het vrouwelijk lichaam. Van vagina via perineum, linea recta rectum. Ja. Nog een keer. Beknopte fysionomie van het vrouwelijk lichaam. Van vagina via perineum, linea recta rectum. Ja. 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 Dankjewel, Erwin. Gaan we luisteren naar...